Goedemiddag, Fynus Kuijs. Goedemiddag Edwin, welkom. Hoe is het? Ja, is heel het? Goed. Ja. Ja. We zien elkaar op z'n andere manier. Ja, ja, nou ja, ik ben hier wel eens geweest, maar toen was het volgens mij nog het kantoor van de PZC. Ja, een van mijn voormalige oude werkgevers. Echt waar, meen je dat? Ja, dat meen ik. Ja, ja, en wat ben je nu? Want we zijn bij Maatschappelijk Werk Walcheren, hè? Dat is ja. MWW. Ja, ja, dat klopt. Ik ben, formeel ben ik lid van de Raad van Bestuur van Zorgstroom en ik heb twee onderdelen in mijn pakket. Dat is Maatschappelijk Werk Walcheren en alle WMO-activiteiten, dus de huishoudelijke hulp en de thuisbegeleiding. Ja, en nou ben ik hier omdat jullie zijn van de week verhuisd. Jullie zaten altijd, ik noem dat altijd nog het gebouw van het arbeidsbureau, maar dat was het al lang niet meer natuurlijk. Nee, dat was het al lang niet meer. Daarvoor was het mijn lagere school, zeg maar dat was ook al lang niet meer. Nee, het Portosgebouw, dat is denk ik hoe de meeste mensen het nu kennen. Daar hebben we inderdaad een tijd lang gezeten en afgelopen dinsdag zijn we hier open gegaan aan Park Veldzicht. En Maatschappelijk Werk Walcheren, heel kort, wat doen jullie precies? Wat onze medewerkers vooral doen is mensen met problemen en op allerlei terreinen, het kunnen financiële problemen zijn, opvoedproblemen, relatieproblemen, zorgen dat ze weer de regie in handen kunnen nemen, dat ze weer verder kunnen met een klein steuntje van ons. Nou ja, dat is heel goed samengevat, ja, helemaal duidelijk. En hier dus de nieuwe ruimte, daar zitten de dames daar achter de receptie. Ja, klopt. Dat is, hier worden de mensen ontvangen. En je komt hier binnen dus aan de schroeweg. Ja. En iedereen is welkom hier, heb ik aan, die het nodig heeft. Iedereen is welkom die het nodig heeft, inderdaad. Nou, en dit was dus één grote ruimte, maar jullie hebben er allemaal kantoren in gebouwd. Ja, 6 weken geleden was het nog één grote kale vlakte. En met Messu hebben we hier heel hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen. En natuurlijk onze interne medewerkers, ICT, hier was nog allemaal niks, is allemaal erin gekomen. Hoeveel mensen zijn dat in totaal, die hier werken? Nou ja, we hebben heel veel werkplekken, dus genoeg. Maar normaal gesproken zijn er 30, 40 mensen die hier kunnen werken. Dus dat, hebben jullie één verdieping of meerdere? We hebben 2 verdiepingen, dus okay. We hebben toch de verdieping hierboven. Maar ik ga even achter je aanlopen. Ja, prima. Nou, ik zal het een beetje discreet houden, dus ik kijk niet overal naar binnen, want er wordt gewoon gewerkt hier. Ja. Hè? Ja, we komen hier eigenlijk in het klantgedeelte waar de spreekkamers zijn. Dus hier kunnen mensen gesprekken voeren met een van onze medewerkers. En dat gebeurt hier. Dat gebeurt nu ook, zie ik links en rechts. Dat gebeurt nu ook. Het gaat gewoon door. Ja, oh, ja, ja. Ja. Dit is een van de grotere gespreksruimtes die we hebben. Dat noemen we een zogenaamde familiekamer. Nou, je ziet het ook, het is allemaal ingericht. Ook nog een hoekje voor de kinderen. Kleurig, hoekje voor de kinderen inderdaad. Ja. Ja. Dus laagdrempelig en iedereen moet zich gewoon vrije toegang tot familie. Ja. Ja, en het ruikt ook echt nog nieuw. Ja, hè? Ja. Ja, dat heb je nog wel. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Zie ik overal dingen hangen van het coronavirus? Daar zijn jullie ook op voorbereid. Ja, dat speelt nu ook inderdaad. Ja, dat moet ook. Nou, de ramen zijn nog zo nieuw dat er nog plakkers op zitten. Kijk uit en ruit. Ja, ja. Misschien dat we daarna naar boven gaan. Dit is Jan, mijn huismeester. Dag Jan, de huismeester. Ja, ben je ook al lang in dienst bij deze organisatie? Bij Zorgstroom ben ik bijna 30 jaar in dienst. Ja, kijk, dat is uitgediende. Zo kijk ik ook een beetje. Je bent echt gewoon steun en toeverlaat van velen, neem ik zo aan. Ja, ja, absoluut. Ja, precies. Ja. Absoluut. Zeker voor mij. Nou, ook dit was een hele kale vlakte. En ook hier is hard gewerkt inderdaad om de boel in te richten. Ja, want hier zat de redactie dan van de PZC volgens mij. Ja, klopt. Volgens mij ook. Ja. Ja. Nou, hier hebben we ook inderdaad, zeg maar aan de buitenschil hebben wij allemaal kantoorruimtes. En hier aan de binnenkant is onze grote vergaderzaal. Met plantjes. Ja, dat is mooi. Die moeten nog verder verspreid worden, inderdaad. En transparant, dus iedereen kan zien wat er gebeurt. Ja, dat is ook altijd wel goed. Transparant is wel een van onze kernwaarden, inderdaad. Ja. Ook. Dus, Nou, Firma Vogel heeft de klus geklaard, zie ik. Mijn oude werkgever. Ja, klopt. Hier is ook jouw kamer. Ja, mijn kamer is daar in de hoek. Alleen daar wordt op dit moment vergaderd. Oké, okay, we gelijk. Kunnen hem ook. Dus, ja, wat is je vrije dag eigenlijk? Het is mijn vrije dag, maar voor het goede doel, hè? Nou, je kijkt zo bij de buren ook naar binnen. Ja. Ah, het zijn allemaal wij nette kantoren. Collega's van Juvent inderdaad. Dus, die zitten daar. Die zitten daar. Ja. Ja, dus nou, mooi. Kunnen zwaaien naar elkaar. Ja. Ja. Nou, leuk. Even, zijn er voor de rest nog bijzonderheden te melden? Dat goed is voor de mensen om te weten. Nou ja, ons kantoor in Vlissingen is ook gewoon geopend. Dat zit aan het Pablo Picasso plein in Vlissingen. Dus daar kunnen mensen gewoon ook nog steeds terecht. En iedereen is vanaf nu welkom aan Park Veldzicht om ons te bezoeken. Dus... En nu is het weer bijna weekend, want dat pikte Klaas ook mee. Vorig jaar ben je ook voorzitter bij FC Douwendalen, toch? Ja, doe ik ook nog. Ja, want ik wil daar ook nog een keer langskomen voor oude foto's. En ik heb een tijdje terug, hoe heet de oud-gediende, die net een beetje aan het afzwaaien was. Ja, Koop Noordhoek. Precies. Ja, klopt. Goeiedag. Dat geeft niks hoor. Maar ik kom daar ook graag nog een keer op bezoek om een beetje in de geschiedenis van de club te duiken. Je bent van harte welkom. Oké. Okay.